Het is begonnen door de sluiting van de voedselbank in maart. Die zijn toen 6 weken dichtgegaan en eigenlijk is daardoor dit idee ontstaan. In eerste instantie om de mensen van de voedselbank te helpen. En nou ja, naar aanleiding dat we iets verder waren, kwamen er steeds meer mensen bij die buiten de voedselbank vallen, die net iets te veel verdienen. Of nou ja, goed, die eruit moeten bij de voedselbank. Daar heb je ook bepaalde voorwaarden dat je na een aantal jaar eruit moet. Nou goed, die sloten zich ook bij ons aan. Dus we zaten bij, toen die tijd nog bij BVV Barne, bij de voetbalvereniging. En zaten we op 85 gezinnen. En nou ja, de voedselbank is weer geopend na een tijdje. En toen bleven wij nog met 15 gezinnen over. En toen is dit eigenlijk allemaal ontstaan. Nou, dit is dus de alternatieve voedselbank. En dit is dus voor mensen die niet bij de gewone voedselbank terecht kunnen. En nou ja, dat is het eigenlijk. En we hebben met verschillende mensen gepraat om dit te kunnen organiseren. De eigenaar van dit pand bijvoorbeeld, familie Meinaert. Nou ja, die zijn zo lief geweest dat wij een jaar lang gebruik van dit pand konden maken. Nou, de gemeente, het Noordfonds Barne, BVV Barne Werkt van Bert Bosman. Die zijn, ja, daar werken we allemaal samen mee. En inmiddels hebben we natuurlijk veel meer ondernemers en allerlei winkels leren kennen die ons ook helpen. Bijvoorbeeld Robert van Plus Wallenbos. Die steunt ons al vanaf het begin eigenlijk. En ja, dat is inmiddels onze vaste sponsor geworden. Dus ja, er zijn heel veel ondernemers en mensen die ons helpen om dit nou ja, waar te kunnen maken. En ja, daar zijn we alleen maar blij mee natuurlijk. Nou, we hebben een aantal weken geleden waren we eigenlijk qua middelen wat we hadden, waren we helemaal leeg. We hadden bijvoorbeeld geen rijst meer, geen macaroni, geen, nou ja, in ieder geval geen houdbare spullen meer. En daardoor is nou ja, Bonneboeites bij ons geweest. En door het artikel wat daarin is gestaan, zijn we ook weer benaderd door de Tubantia. En ja, je kunt toch merken als er weer aandacht aangegeven wordt, dat het toch weer mensen zeggen van jeetje, jullie hebben niks meer. Nou, we willen weer helpen. Dus afgelopen woensdag kwamen een aantal ondernemers uit Bonne. Ja, echt fantastisch, met heel veel spullen aan. En ja, en zo zijn er allerlei mensen die ons willen helpen. We hebben bijvoorbeeld een statiegeldpaal bij Wallenbos. Waar wij ook heel veel aan hebben en waar we heel veel voor kunnen kopen. Ja, we kunnen terugvallen op het Noordfonds. Dat is ook altijd, ja, dat is ook wel prettig natuurlijk. Dus ja, het is wel even weer lullen voor spullen, zeg maar. Maar goed, ja, het heeft ons wel weer wat opgeleverd. En ja, zodra dat we weer leeg zijn, ja, dan moeten we gewoon weer net een tandje bijzetten en wat extra moeite doen om weer aan spullen te komen. Nou, we zijn het allerliefste willen we natuurlijk houdbare middelen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Vaak is het wel dat mensen niet weten van ja, welke houdbare middelen heb je nu echt wat aan. Nou, dat is dan voornamelijk echt groenten, potten in potten groenten, rijst, macaroni, aardappelpuree, echte houdbare middelen, ranja bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dingen waar we gewoon gigantisch veel aan hebben. Nou ja, en nu kun je gewoon zien dat er toch tijdens die tweede golf, dat de mensen elkaar toch wel weer opzoeken. Ja, en dat iedereen toch wel weer, ja, dat is Bonne vind ik dan. Iedereen steunt elkaar en ja, dat is geweldig, dus super blij mee.